Terwijl de acties bij de Surinaamse Waterleiding Werknemersorganisatie, SWWO, nog gaande zijn, lopen er gesprekken tussen de directie en de bemiddelingsraad om te komen tot een gunstige oplossing. Vandaag heeft de bemiddelingsraad met de bond en de directeur van het bedrijf aan tafel gezeten. Dit vertelde bondsvoorzitter Dwayne Cairo vanochtend in een gesprek met onze nieuwsdienst. In feite heeft de raad vrijdag voorgesteld van twee lauwe nieuwe verkiezingen houden. Één lauwe nieuwe verkiezingen houden, twee lauwe een commissie samenstellen bestaande uit een deel van bestuur Baren, deel van bestuur Cairo. En die commissie moest dan een pakket samenstellen ten aanzien van de toelagen waarvan de leden nu in actie zijn. Dat hebben we zondag gisteren gedaan. En die en dat pakket hebben we vandaag gepresenteerd aan de bemiddelingsraad. Dus de raad is aan het bemiddelen in deze. Dus we gaan praten met de directeur en praten met ons en dan komen we dan tot een gezamenlijk akkoord. Cairo zegt verder dat het de bedoeling is dat er een akkoord wordt bereikt zodat de acties kunnen worden opgeschort. Werknemers van de organisatie hebben zich vandaag weer bij het gebouw verzameld van de vakcentrale C47 aan de Johan Adolf Pengelstraat. Ja. Als de directeur van haar zei, oké, ik ga akkoord met het pakket, dan komt dat er overeenkomt en dan heeft voor de acties op, ja. Cairo zegt dat hij hoopvol gestemd is dat er goed nieuws uit de bus zal komen en ligt het aan de directie om nu akkoord te gaan met het voorstel van de bond. Op het moment dat de redactie de bondsvoorzitter sprak, waren de gesprekken nog gaande.